edel varkensvlees. De mignonet. Verleid mij met het lekkerste stukje. Laat je ogen testen bij een specialist. Beter zien is beter rijden. Radio 2 presenteert de Prehistorie Live. Kom naar de unieke danceparty van de prehistorie met muziek van de jaren 50, 60 en 70. We're gonna rock around the clock tonight. Oh. Zaterdag 26 oktober komt de prehistorie naar de sporthal van Torhout in samenwerking met Mercedes-Benz. Spoorslags naar de boekenbeurs tijdens de herfstvakantie. De openbare omroep leest mee op radio en tv. Iedere dag. In silk stockings blijkt dat meer dan alleen maar de kousen van zijde zijn. Ook de lakens waarin het levenloze lichaam van een jong supermodel wordt gevonden. Silk stockings, straks op TV1. Het parlement luistert naar de ouders van verdwenen en vermoorde kinderen. Het is weer een aanklacht tegen het gerecht. In Oost-Zaïre loopt de situatie al maar verder uit de hand. Minister De Rijke roept de Belgen nog eens op de streek te verlaten. En Anderlecht steeds dichter bij de top. Paars-wit wint met 0-1 van Standaard. Goedenavond, dames en heren. In het parlement heeft een speciale commissie geluisterd naar de ouders van drie verdwenen en vermoorde meisjes. Zo is de commissie haar onderzoek begonnen naar de aanpak van het gerecht in de zaak Dutroux. De ouders deden hun beklag over de manier waarop ze door het gerecht zijn behandeld en over de fouten in het onderzoek. In de commissie Dutroux kwamen eerst de ouders van Julie en de vader van Melissa aan het woord. De mama van Melissa was er niet. Voor haar is het allemaal wat te veel geworden. 16 maanden en 1 nacht na de verdwijning van hun meisjes mogen de ouders eindelijk getuigen voor een officiële instantie. Qui pour nous nous semble comme une dernière chance peut-être de trouver la vérité dans sur cette enquête sur l'enquête, c'est-à-dire pourquoi Julie et Melissa ont souffert minimum 9 mois. Pourquoi est-ce qu'on ne les a pas retrouvés? Daarna verliep het tweede deel van de zitting achter gesloten deuren op vraag van de ouders van Julie en Melissa. Paul Marchal, de vader van Anne, wilde wel publiek getuigen. Marchal zei dat hij onmenselijk behandeld is door het gerecht van Brugge, dat de verdwijning van Anne en Eefje maanden onderzocht. Hij heeft nooit de onderzoeksrechter en de procureur gezien. De eerste 10 dagen is er gewoon niet gezocht, omdat het gerecht dacht dat de meisjes weggelopen waren. Is het niet voldoende dat men de eerste uren en dagen niet op zoek gaat om te zeggen dat deze fout toch grof genoeg is, wetende dat ze minstens een week nog geleefd hebben? Volgens Marchal heeft het Brugsgerecht ook fouten gemaakt. Sommige tips zijn niet of te laat onderzocht. De plaatselijke commissaris van de gerechtelijke politie beweert zelfs schriftelijk dat vader Marchal het onderzoek hinderde. Ik ben nog steeds overtuigd dat als men dezelfde intentie, dezelfde motivatie had als bij het zoeken naar Sabine of naar het zoeken naar Letitia, dan zat de kans er dik in dat Anne en Eefje nu bij ons thuis waren. Daar ben ik nog steeds van overtuigd. Commissievoorzitter Verwilgen zei in zijn conclusie dat slachtoffers inzage moeten krijgen in hun dossiers en dat er een draaiboek moet komen voor alle diensten aan wie een verdwijning gemeld wordt.
Morgen hoort de commissie de ouders van Eefje Lambrechts, Lubna Benaïssa en Elisabeth Brichet. De getuigenissen vandaag hebben op de commissieleden alvast indruk gemaakt. Vele van hen zeiden achteraf dat het gerecht moet luisteren naar slachtoffers. Zowel deze voormiddag dan deze namiddag hebben wij toch wel bijzondere menselijke aangrijpende getuigenissen gehoord van mensen die eigenlijk een noodkreet hebben geslaakt, ook voor onze commissie, om ons toch duidelijk te laten aanvoelen dat rechten van slachtoffers eigenlijk in ons strafrechtstelsel quasi onbestaande zijn. De invalshoek van de direct betrokkenen is een invalshoek die een heel ander licht werpt op het systeem en hoe ook de mensen en de figuren en de onderzoekers functioneren in dit systeem. De eerste vaststelling is dat het toch zo belangrijk is dat men luistert naar slachtoffers of verwanten van slachtoffers. En dit om diverse redenen. Ten eerste omwille van menselijke factoren uiteraard, maar ten tweede ook in functie van het belang van het onderzoek. Want het zijn precies de verwanten van de slachtoffers die zeer duidelijk en precieze informatie kunnen geven op basis waarvan in de eerste fase van het onderzoek men desgevallend resultaten kan hebben. En dan stel ik vast dat dit in hoofden van sommigen blijkbaar niet is gebeurd. Intussen zet de regering De Hane de eerste stappen die een eind moeten maken aan de politieke invloed bij het benoemen en bevorderen van rechters. Om te beginnen neemt de regering een voorstel van de Groenen over. De inmenging van provincieraden en parlement moet uit de grondwet worden geschrapt, zegt nu ook de federale regering. En daarnaast heeft ze nog voorstellen. Premier De Hane zegt dat hij daar de komende dagen over wil gaan praten met de democratische oppositie. Depolitisering en objectiever benoemingen bij het gerecht, dat beloofde premier De Hane vorige zondag aan de ouders van de vermoorde en vermiste kinderen. Vandaag heeft de regering de eerste stap gezet. Zoals de Groenen wil de regering dat de provincieraden en het parlement zich niet meer moeien met de bevordering van rechters, zoals dat nu nog in de grondwet staat. Het basisprincipe, en dat is dus gemeenschappelijk, is dat voortaan in de grondwet alleen zou gezegd worden dat de koning de benoemingen doet, maar dat de procedure die hij daarbij volgt, wie de voordrachten doet, dat dit bij wet zou vastgesteld worden. Op drie punten wil de regering meteen ook verder gaan, onder meer een beperking in de tijd van het mandaat van de voorzitters van rechtbanken. Verder wil de regering de bevordering van rechters toevertrouwen aan een onafhankelijke instantie waar ook mensen van buiten de magistratuur zijn vertegenwoordigd. Wij zijn geen voorstander van voordrachten die puur intern vanuit de magistratuur komt en die de vorm zouden aannemen van een soort cooptatie binnenin de magistratuur. We vinden dat dit meer open moet zijn, zoals het ook het geval is bij de examens voor de recrutering van magistraten. De regering denkt ook aan een hoge raad voor de justitie die een rol kan spelen onder andere bij de controle van het gerecht. Deze voorstellen zijn niet te nemen of te laten, benadrukt premier De Hane. Ik zal dus een contact hebben met de verschillende democratische oppositiepartijen. Ten eerste omdat voor de grondwetsherziening sowieso een 2/3 meerderheid nodig is die de meerderheid op dit ogenblik niet heeft. Maar daarboven vind ik dat de hervorming van justitie, die dan toch een van de drie basispijlers is van de machten in België, dat een hervorming daarvan zoveel mogelijk in consensus moet gebeuren. Ook al zal op zeker ogenblik een beslissing moeten genomen worden en zien waar er meerderheid is. In de Senaat is een hoorzitting gehouden over de werking van het Hoogcomité van Toezicht. Dat moet corruptie opsporen binnen de overheid. Twee speurders van het comité kloegen de afgelopen dagen al in het TV2-programma Ter Zake dat hun onderzoek gedwarsboomd werd. Die beschuldiging kwam van oud-commissaris De Pret en de nummer 2 van het comité, administrateur Vermeulen. De twee zijn nu in de Senaat ondervraagd in de onderzoekscommissie over de georganiseerde misdaad. De Pret en Vermeulen zeggen dat het comité vierkant draait. Zodra speurders met een onderzoek op politici stoten, wordt er ingegrepen, wordt het onderzoek stilgelegd, desnoods zelfs processen verbaal vervalst of vernietigd. Met name de administrateur-generaal, een PS'er, en de voorzitter van het comité, een CVP'er, worden door de twee met de vinger gewezen. De Pret is als eerste gehoord en heeft in de Senaat het verhaal gedaan dat hij gisteren ook in Ter Zake deed, zei het hier met naam en toenaam. Verhalen over onderzoeken die worden geboycott, telkens hooggeplaatst. Laatste personen in het gedrang komen.
De Pret heeft in de commissie alvast een zeer behoorlijke indruk nagelaten. Er zijn ook veel vragen gesteld waar hij dan telkens is op ingegaan. Dat heeft alvast de commissie ervan overtuigd dat er inderdaad een en ander fout is gelopen. Al moet er natuurlijk nog verder worden uitgezocht waar, wat en vooral wie. Twijfels zijn er daarentegen wel als het gaat over mogelijke verbanden tussen bijvoorbeeld de bende van Nijvel en André Kools. Maar feit blijft natuurlijk dat De Pret dat van het comité niet heeft mogen uitzoeken. Willy Vermeulen, de nummer 2 van het comité, had 3 boekentassen met dossiers bij zich. Dossiers waaruit volgens hem telkens blijkt hoe de politisering binnen het Hoogcomité een verlammende rol speelt. Vermeulen ziet het parlement als een soort laatste redplank waar een en ander nog kan worden rechtgezet. De politiek die zichzelf als het ware moet corrigeren. Vermeulen heeft in de commissie tekst en uitleg gegeven en heeft geciteerd uit de schriftjes van toenmalig partijsecretaris van de CVP, Leo Delcroix, dagboeken uit 1991. Hoe een rechter naast een bevordering grijpt na kwalijke vonnissen voor het katholiek onderwijs. Hoe een kandidaat voor de Raad van State...